Vandaag gingen we op bezoek in het ziekenhuis waar Johan Boskamp revalideerde van een zware knieblessure. Ondanks zijn vele ongemakken en pijn die hij nog ondervindt, wist hij toch tijd vrij te maken voor een interview met onze blog. Dag meneer Boskamp, we zijn bij u terechtgekomen via het ziekenhuis. Is dat normaal niet voor spelers in plaats van voor trainers? Nou, ik denk dat het voor niemand de plaats is, maar alleen omdat ik dus problemen heb. En ik heb grote problemen aan mijn knie gehad, hoop ik. Maar nu moet ik aan het revalideren en dat moet zij dat niet meevallen, moet ik zeggen. Ik las ook al op verschillende websites van kranten dat u volgend jaar geen trainer meer bent. Vindt u dat niet heel spijtig? Nou, als je zoals ik op het moment ben met mijn knie en dat je dus niet meer helemaal actief aanwezig bent, dat bedoel ik, op het veld, dan kan je er beter mee stoppen. Gaat u misschien nog een andere functie doen bij een ploeg? Nee, op het moment nog niet, nee. Wat verwacht u eigenlijk nog van dit seizoen in de Belgische eerste klasse? Nou, ik verwacht dat we dezelfde namen voor de titel gaan. En dat we dezelfde namen moeten vechten om erin te blijven. En dat is een ploeg of 8. En we zullen een ploeg of 3, 4 voor de titel gaan. En wie kan er volgens u een seizoensrevelatie worden? Nou, ik vind dat Kortrijk het goed doet. Dus ik geloof ze van de week nog een wedstrijd moeten spelen, in een wedstrijd. Plus nog een wedstrijd, dus dan 2 keer thuis, dan vind ik dat een revelatie is. Maar ook, nu gaat het een beetje minder, is Westerlo. Wie is volgens u de sterkste ploeg van het moment? Anderlecht. En heeft u zelf welke favoriete ploeg in eerste klasse? Dat is Dender. En wereldwijd? Wereldwijd, ja. Dus, voor mij is er maar 1 ploeg, maar als je zegt dus Feyenoord is dat. Maar ik zie het ook graag van Manchester United, River Plate, Barcelona. Dat zijn in principe mijn favoriete ploegen om naar te gaan kijken. Standaard presteert nu ook heel sterk in Europa. In België soms iets minder, met vooral heel veel jeugd. U bent zelf ook nog trainer geweest van Standaard. Wat vond u van de jeugdwerking daar? Nou, dat was in principe niet zoveel, want we spreken wel over jeugd. Maar op die periode was alleen Felanie, Witsel en De Voer waren daar. En wat vindt u van de jeugdwerking in het algemeen in België? Nou, ik kan nou niet zeggen dat ik de warm verloop, omdat ik ook over de grens ga, naar Eindhoven, zie ik alleen maar Belgische jongens spelen in PSV of waar dan ook. En dat is niet goed natuurlijk. Je moet in principe hier een opleiding krijgen. Bij ons, bij Brugge bijvoorbeeld, zijn er veel jeugdspelers en die dromen direct om bij Germinal Beerschot te gaan voetballen. Is dat een juiste stap in hun carrière of niet? Tuurlijk, je moet als je spelen, moet je gewoon van je ding uitgaan van wat je het liefste doet. En maar het belangrijkste is dat die jeugdspelers dat ze plezier hebben. En dat ze niet laten gek maken door de ouders, door hun grootvaders en noem maar op. Laat de kinderen zichzelf zelf ontwikkelen. En dat ze belangrijk zijn dat ze er veel plezier in hebben. Onze nationale ploeg, de Rode Duivels, die boeken nu ook vrij goede resultaten. Van waar dat succes ineens, denkt u? Omdat België goede voetballers hebben. Wat je net zelf aangaf, ze hebben een heleboel jonge jongens. Maar je moet alleen maar kijken waar ze dus de opleiding krijgen. Er zijn niet zoveel jongens meer die in België spelen van de groep, denk ik. U bent ook trainer geweest aan Stoke City. Waarom bent u daar eigenlijk vertrokken? Omdat ik een probleem heb gekregen met de technisch directeur en heb ik een contract ingeleverd. U was ook trainer van FC Nerds. Was het eigenlijk een leuke ervaring? Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was echt fantastisch. Alleen op het einde was het iets minder, omdat er werden sommige jongens al loes op elkaar. Maar in het begin, toen nog niemand wist hoe dat programma eruit ging zien, hebben we alleen maar gelachen. Alleen de laatste drie keer waar we elkaar kwamen, was er een beetje jaloezie. U heeft ook een boek geschreven, u speelt binnenkort mee in een plopfilm. U bent ook analist soms, u bent ook trainer van Dender. Begrijpt u dan een beetje dat Michel Preud'homme u een superman noemt? Ja, maar dat was denk ik een beetje sarcastisch bedoeld. Wat vond u eigenlijk de mooiste periode in uw carrière? Als je mag voetballen. En bij welke club vond u dat persoonlijk het leukste? Twee, Feyenoord en Everton. Voelt u eigenlijk ook een beetje Belg? Nee, ik woon al
merendeel van mijn leven woon ik dan in België. Dus ik heb de Belgische nationaliteit, of de Hollandse nationaliteit. Maar ik heb de Belgische mentaliteit. Wel, op dat gebied ben ik een echte Belg geworden. U vindt ook eigenlijk heel veel bijnamen voor spelers. Zo, waar haalt u die eigenlijk allemaal? Nou, zo pak ik dat niet zo. Als iemand klein is, zeg ik kleine tenen. Als iemand lang is, zeg ik lange tenen. Dus is dat niet zo moeilijk. Als trainer heeft u ook veel successen behaald, mogen we wel zeggen. Heeft u misschien tips voor de trainer van Burgt? Gewoon zo doorgaan als je bezig is. Oké, bedankt meneer Boskamp en nog veel succes met uw knie en met denderen. Dank je wel.